Ik zit in Renel. Hetje! Oh, guys are bad? No, oké, okay, wat is dat? Nou, oh. Maar hij is moe, zegt hij. Hé, hey, kap ouwe rotsen. Ja, ga toch koffie drinken, je. Ja, morgen gaan we GTA doen. Hé, wie staat hier nou weer? Dus daar ben je echt moe, Marines. Ik ben dus zo weer, Woutse.
Fuck jou, broer, gast. Ben je met Christian? Ben je met Christian? Nee. Ben je met Christian? Wat dan? Ben je met Christian? Yo. Yo. Do you speak English? Christian! Is Christian of is your moeder? Christian? Check 1-2. Waar is je broer? Oh, bed. Ga slapen. Ja. Yeah. Wat dan? Wat dan? Ik ben gewond. Waarom? Ramming. Waar ben je met de Christian? Wij gaan MP doen. Ja, maar waar ben je al bij op Discord? Ja. Kan je heel even te volgen? Ja. Wat nou, laat je tap? Nee, kan het wel doen. Tuurlijk. Waar gaan wij een vrachtje heen? Ik zal eens even kijken, man. Waar kan ik allemaal heen? Utena, Lipeje, Ancona, Oslo, Gothenburg, Roma, Graz, Salzburg. Genève, Swansea, Zürich, Luxemburg, Feyenoord! Feyenoord! Ja, maar daar ken ik niet heen, hè? Luxemburg? Heb je toevallig ook Brussel? Nee. Felixstowe? Nee. Wel Swansea, maar dan moet je naar... Dan moet je nog een paar kent verder rijden. Hey, you seen to Stuttgart? Nee, Stuttgart heb ik niet. Esberg. Wat is dat dan? Christian! Ja? Marinus is echt erg of jij hebt het gedaan? Ik heb het niet gedaan. Wie dan? Waarschijnlijk Marinus dan. Het komt van jouw YouTube kanaal af. Ja. En waarom? Weet niet, moet je bij Marinus wezen. Marinus die kan geknipt en geplakt hebben. Heeft hij niet, hij heeft gewoon URL gekopieerd uit jouw video. Nou, dat maar ik ram jou niet, ik klap achterop jou, hè. Ja, maar dat daarna was wel met de opzet. Ik stuur hem wel door, moet je maar eens kijken vanaf waar hij afspeelt. Moet je maar kijken. Zie je dat? Wat was dit? Ik vind het een beetje raar.
Het was toch ineens de bedoeling dat ik jou de kans zou hebben. Ik wou er precies tussen knallen, maar ja. Maar Christian, wat past er niet? Nou, ik ben hier gewoon naar je bestje. Maar... Ja, dan ga ik niet. Ik dus kan lekker niet meer rijden, dus hij pech gehad. Voor hoe lang ben je geband dan? Nou, tot 17 maart. Dus reken maar uit. 2 dagen. Dat is niet zo lang, dus nog maar 2 dagen. Ja. Marine's eigen probleem, als ik geen Eurotrip meer kan, dan is het zijn probleem aan de dag. Bouk ook naar... Als Marine's ervoor zorgt dat ik geen Eurotrip meer kan, MP, dan is het Marine's probleem hoor, niet mijn. Maar dan heb ik een karma, want ik ga nou gewoon alle video's doorzoeken waar ik hem in heb staan. Dag. Ben niet dom. Dikke retel. Dan krijgt hij ook karma ook. Nee, ik heb het niet gedaan hoor. Nee, Marines krijgt karma. Nee, maar jij hebt ons wel vaker zitten... Maar misschien niet met opzetten. Maar misschien was je er nou ook wel een keer klaar mee of zo. Ja, nee, mij niet dan. Weet niet, hij heeft het gedaan. Niet ik. En dat weet ik. Maar hij heeft mij zo vaak gerand. Als hij pech had, hij krijgt nou iets op zijn broek hoor. Dag. Hij krijgt er nog één op. Maar kan Bouk ook naar Zweden? Zweden? Ik ben er klaar mee. Ik kan nergens naar Zweden. Maar die ene... Als Marines geband wordt straks, dan is het niet mijn probleem. Die ene Wessel, die heb ik een waarschuwing gegeven. Ja, klopt. Waarom eigenlijk? Die zegt, lol, waarom praten jullie zo slecht Nederlands? Ik heb soms geen idee wat jullie zeggen. En dan heb ik gisteren gezegd, als het je niet bevalt, dan ben je vrij om de groep te verlaten, want die fouten maakt iedereen wel eens. Ja, en de reden waarvoor die waarschuwing heb is... Hij zei, ik ga niet liever hoor, maar soms klinkt het alsof je... Ja, maar wat is de reden van de waarschuwing? Want dan kan ik dat er even bij zetten. Nou, hij heeft gezegd... Ik ga niet liever hoor, maar soms klinkt het alsof je Russisch probeert te praten met een ander lettertype. Dan heb ik gezegd, bij deze heb je een waarschuwing, want ik praat niet Russisch en ik heb geen tijd voor jouw gedrag hier. Ja, maar wat is nou de reden? Nou, want ik moet een waarschuwing opstellen. Dat hij zegt dat ik Russisch probeer te praten, terwijl dat niet zo is. Je hebt... En Oslo dan? Weet je wat? Dan pakken wij Rotterdam wel. Maar dan ben ik wel in de vrachtcentrum. Doe maar. Ik zit ook in vrachtcentrum. Oh. Pak maar Rotterdam. Heb ik ook. We gaan naar Feyenoord. Feyenoord? Hey, maar ik heb nou gewoon scheid hoor. Wat is er met jouw stem gebeurd? Niks. Ik ben gewoon boos. Klink je altijd hees als je boos bent? Nee. Ja, dus daarom zeg ik, wat is er met je stem gebeurd? Gewoon, ik ben boos op iemand geweest. Daar heb ik heel hard mee gesloten.
Hij heeft een kwakje geslikt. En nou ben ik ook boos op Marines, want Marines zijn binnenkort even grote scheiden mag op. En ik hoop dat die een keer weer een fout maakt en gewoon iemand erop een keer helemaal doodgemaakt. Ik zweer het je. En je mag het inderdaad tegen je broer zeggen. Ladingsmarkt. Neem adres aan. Zijn er ook Nederlanders die naar Rotterdam gaan? Snakket! Shut up. Ja, ben je op het zit liepig? Skoolwerk! Hein de Duitser? Shut up. Slaap gewoon. Nein, hein de beat. Bauke! Feyenoord! What's up, zo terug, ik ben zo terug! Joep! Hoi! Kijk, Renault haalt daarvoor in! Hé ja! Cash up a plan. Oops, okay. Gang met het hok. Wat zei je? Gang met het hok. Huppatee. Ben ik ook. Godverdamme, wat klinkt die toeter van een Renault smeren? Die normale toeter. Bleh. Komst, Bouke? Ja, ik kom aan. Goed zo, die mag hem houden. Vind ik ook. Maar het was wel een Scania. Je hebt getoeterd naar een Scania. Mooi. Nee, dat is niet mooi. Ik word misselijk. Kijk, Woutscha, vliegtuigen. Ga eens naar die volgende vrachtwagen toeteren die eraan komt. Je hebt weer naar een Scania getoeterd. Nee, dat was een DAF. Nee, dat was Scania. Die blauwe toch? Ja. Dat was ook een Scania. Dat was toch een DAF? Nee, dat was ook een Scania. Hij trapt er ook nog in. Mooi. Oh.
Scania power. Hey, nog een Scania. Nou heeft hij daar 4 Scania's getoeterd. Hey, goeienavond Nederlanders. Hey, nog een Scania. Ik ga remmen. Ja, ga je remmen? Ja. Oké. Hallo. Hey, Greta Pier. Hoe is het met hij valt helemaal stil. Oeps. Ga maar eerder afslaan. Hij viel helemaal stil. Hij sloeg helemaal op slot ofzo, hij wou niet meer voor. Hallo, ik heb hier nog. Kijk eens, Kenia! Ah, dit doet ik niet. Ja, sorry hoor, als je geen richting geeft, laat ik hem niet voeren. Hij gaf geen richting aan, maar hij wou wel afslaan. Ik heb bestemming bereikt. Ik ook. Geweldig. Doorgaan. Arbeidsmarkt, vrachtcentrum. En waar kunnen we vanaf Rotterdam heen? Ja, even kijken. Felixstowe, Calais, Hannover, Cambridge, Dijon, Cardiff, Lyon, Carlisle, Lodz, Kalmar, Livorno, Valmiera, Kundo. Of Kunda. Ja. Kan je niet naar Kiel? Nee, dat stond er niet tussen, nee. Bremen ook niet, denk ik. Naar wie? Bremen. Hannover wel. Hannover zei jij, hè? Ja, Hannover. Valentie. Dat ligt als je bij Bremen. En nou van Duisburg naar Hannover gaan, hè? Hebben we dan daar ook weer een vraag? Nee, dan hebben we geen vraag. Idiot! Hangover ligt daar. Ja, dat ligt onder Bremen en... Vlakbij Osnabrück. Ja, Osnabrück, ja. En daar heb ik dus niet. Nee, je hebt naar Bremen. Ik heb naar Bremen dat of is... naar Duisburg. Duisburg. Nou, daar is het wat te druk. Ja, Duisburg, ja. Dan moeten we andere, even zien, externe vragen. Dan gaan wij naar... Helemaal Duisburg. Nee, we gaan niet naar Ajax. Hé, we gaan naar Litouwen toe. Hé, dat konden we kon ik met het vrachtcentrum ook. Wel, kon jij met het vrachtcentrum niet naar Litouwen? Zullen we even kijken? Nee. Oh, wel naar Zwitserland. Het vrachtcentrum is ververst. Sint-Petersburg, Turku, Stockholm, Glasgow, Bordeaux. Ik kan ook wel naar Osnabrück. Kan jij daar ook heen? Met het vrachtcentrum? Ja. Nee. Ja, externe contract. Externe contract. En waar wou je dan heen? Even kijk.
Oké, we zouden naar... Wat doen we? Een hele grote rit of twee kleine ritjes? Moet jij weten. We zouden naar... Riga kunnen. Oké. Heb jij die ook? Ja. Riga? Ja, ik pak hem. Oké. Ja, we hebben een stukje toeren. Maar het is daar Waar moet jij je vrachtje ophalen? Hier naar waar bij WGCC, jij ook? Oh, ik ook. Ja, dat is externe vracht, dan moet je bij jezelf dragen. Logisch, hè? Goed zo, Bouke, we slapen. Hij doet het wel weer naar Scania. Toeterde hij ook naar die voorste zwaarte? Wie, hoe zei je dat? De voorste vrachtwagen van die drie. Nee. Dan anders had je naar Scania gedoet. Dan komt Bouke. Dat was wel een Scania. Was dat een Scania? Ja. die weet ik niet wat het was. Dat was een MAN. Ja, die ging te snel voorbij om goed te zien. Oeps, daar vloog een auto voorbij. Ja. Dat was een auto, ja. Deze ga ik niet toeteren, want dit is een stomme kut Scania. Scania! Yippie!
toen waren we weer bij Amsterdam. Ja. Bij dat kut Ajax. Vind ik ook. Bij die kut Ajax. Goedenavond, Nederlanders. Goedenavond allemaal. Ben je geremd of zo? Wat zei je? Heb je geremd of zo? Daar staat wat alleen maar grote tussen jou en mij. Nee. Ik heb helemaal niet geremd. Bouwke? Ja, ik rij al 90. Ja, waarom werd die afstand dan steeds groter? Ja, dat weet ik niet. Hoeveel versnellingbak heb je? 6. Ik ook. De Renault niet leuk. Maar vindt de Renault niet lekker? Overlop. Oh nee. Dat vind ik nog wel raar, want in Frankrijk hebben ze heel veel heuvels. Oh, dat zou wel, ja. Dan zou ik zeggen, donder een betere motor erin of zo. Die sterk genoeg is om de heuvels over te komen.
Zelfs als ik aan het uitrollen ben, dan wordt de afstand. Nee, nou wordt die afstand kleiner. Maar... Hé, hey, waarom hoor ik een echo? Ben je mijn livestream aan het kijken? Nee. Hé, waarom hoor ik een echo dan voor mezelf? Ik krijg helemaal niks. Want ik ben wel aan het livestreamen. Oké. Okay. Waarom hoor ik mijn stem bij jou dan? Oh, het zou wel van een microfoon weten, denk ik. Dat je zelf hoort. Ja, Bouke is eindelijk eens dichtbij. Ja, we gaan naar België. Of is Duitsland? Dat is Duitsland. Duitsland. Hetje! Hetje! Hey, ik kan je! Ah, toen zit hij daar aan het Scania! Mooi! Nee, dat was een DAF! Nee, dat was een Scania. Of heb ik nou naar een DAF getoetst? Ja. Hey, ik is ziek. Mag maar thuis blijven. Hé, hey, is een DAF! Nee! Heb je die stinkterreur? Zo, we zijn weer over. Bouke, kan je? Ja. Bouke mango? Bouke is John Deere? Ja! John Deere in de brand! Johnny Power! John Deere in de brand! Hou je mond. Hé, dat was een DAF! Oh, bliksem! Wat doet hij nou? Wat een asociaal heen! Werden dat hij niet eens gaat afslaan? Dat dan wel, maar... Ik dacht dat hij dat alleen zou doen om ons voorbij te gaan. Ja. Zulke heb je er ook tussen. Ja. En dan had ik hem misschien hier tegen mij aangehaald. Oh, tok. Nou, daar zit je ook niet op te wachten. Van het gas af, rempen daar. Hé, hey, waar zit van vraag? Scania Power! Nou. Weet je dat zeker? Ja, dat was een Scania. Je hebt daar een Scania getoeterd. Hoe voelt Bouke zich nu? Beetje wisselijk zeker. Beetje. Hij hem, kijk. Gelukkig zat er een vangrail tussen. Scania! Hé, die doet ik niet. Die doet ik ook niet. En als ik nou in een Scania zou zitten, doet hij je dan ook niet? Nee! Als ik weet dat jij in een Scania rijdt, dan niet. En als ik in een DAF zit? Ja, dan doet ik heel vaak. En een Iveco daar. Ook. En een Volvo daar. Ook wel. Oh, die voor mij heeft volgens mij een beetje lag. Afstand houden. Beetje afstand houden, Bouke, die voor mij heeft lag, die blauwe. Die blauwe Scania voor mij heeft lag. Oh, dat is niet zo mooi. Wat wou je eraan doen? Hé, hey, Niveco met pech.
Wie dat je? Wij staan stil in ieder geval. Ja. Nou, rij eens door. Gaan we 60 rijden. Ja, Bouke, ik ga richting aan hoor. Ja, weet ik. Ik zeg dat op laat. Die wij inhaalden, die Volvo, die had nog meer lek. Ja. Af en toe naar achteren schieten. En dan weer naar voren. Ik zou inhalen, hé, Bradley in één keer naast me. Huh? Waar komt die weg? Ik wou die even inhalen, hè? Wat? Ah. Je hebt wel door dat je naar een Scania doet het, hè? Ja, maar omdat hij aasel is. Omdat hij in de weg stond. Ja. Dan word je er niet misselijk van, zeker? Nee. Ik word alleen meer kwaad op. Mag ik jou niet inhalen, in ieder geval niet recht zeker? Nee, voor mij niet. Ook niet links? Daarvoor ga ik ook altijd op de middenkant van de weg. Niemand mag mij rechts inhalen. En links wel? Ja. Helikopter. Nee, nou zou die jou een beuk geven, zeker. Ja. Heeft hij daarvoor jou... ging ik ook een beetje in de rest. Heeft hij jou geraakt of niet? Nee. Nou moet je wel op hem letten hoor. Want straks staat hij in één keer stil of zoiets. Dan beuk ik. Wat heb je met die cruise control? Ja, die werkt niet echt goed bij Renault volgens mij. Hey. Ja, nu wel. Ja, cruise control zit er bij mij ook wel. En toch kom ik dichterbij. Dicht aan de computer, denk ik. Ik een beetje. Gaat die weer eraf? Hey, Woutra. Ik heb beter een computer dan Bouke. Wie dat je? Ik ben al van huis, ja. Mercedes! Bouke, blijf recht. Want ik word ook ingehaald, hoor. Oh, sorry Bouke. Geeft niks. En ik lig op mijn kant. Maar als ik F7 doe, ben ik mijn vraag kwijt. Dan is mijn vraag kwijt, ja. Wacht. Misschien kijk ik het nog wel omhoog.
steek. Probeer het met een paard. Ja, dat zou worden niet, maar hè. Nou, ik probeer vanaf hier weg. Misschien wil dat wel. Proberen met een vaat. Kom op. Zal wel kijken wat te zacht wezen. Let maar op. Ja, dat, ja, dat was te zacht. Ah, doe maar F7. Jij ook dan F7. Ja. Gevraagd. Nee, ja, curry. Nee. Wegvraagd. Zo, de tering. Mijn ribben. Dat voelde niet zo fijn. Hé, hey, maar ja, we hebben... We zijn al bestemd bereid, hé. Hannover. Hé, hey, we kijken voor een klein vraagje. Externe vraag? Ja. Helemaal aan het eind. Ik ben trouwens eerst even naar de wc. Oh ja. Moet ook gebeuren. Die heb ik niet eens geraakt. Mooi voor je, ik heb last van mijn linkerpols. Hè? Au, nee. Alleen de wijsvinger en de middelvinger. Een soort van au. De ringvinger. Nee. Moet je stil houden. Ja, waar wou je heen? Hamburg! Keulen. Kan je ook naar Hamburg? Hamburg? Jawel. Pindakaas? Wacht even. Pindakaas? Ja, kan wel. Oké. Okay. Nee. De laatste fractie. En dan zien we morgen wel weer verder.
is. En mijn vraag mag repareren. Ja, je kan ook aankoppelen en dan FVWN te doen. Of slash fix, hè? Ik ben nou. Hey, die witte is hier rood. Waar jij ruzie bij je. Waar die auto? Ja. Dat mag niet. Ja, hij is bij de rit. Oké. Scania. Je gaat toch niet tegen Scania? Door het rijden, ja. Wat is daarmee geweest? Dat zijn toch geen vrachtauto's? Jawel, monster! Oh nee. Troep! Daar is troep! Hou je mond! En beter de... als een Scania. Hey, rood staplicht! Oranje gedoe. Oh, gaan we nou realistisch rijden? Ja. Korte afstanden wel. Oké. Oké, gas met de banaan. Zo, so, kijken hoe lang het volhoudt. Met de cruise control. Nee, we zijn zo ver van. Een Mercedes. En leveren. Doet het dus bij jou wel terug? Nee. Inleveren dus.
Ja. Curry, er gaat de rijbaan aan. Wat een beetje smal hier. Erg, ja. Dat was een Scania! Dat was een Scania hoor! Oh ja? Ja. Oké. Okay. Beetje wisselijk zeker. Of niet dan? Ik zeg, weet niet. Ik zeg niks. Nee. John Deere Power! Johnny Power! Christian weer. Christian. Het komt door die anti-kick, verdomme. Oh, komt het door die anti-kick? Ja. Oh, ik heb nog geen last van. Ik wel eens. Hoe kan het dan? Nou. Doei vraagt. We waren toch al bijna. En we gaan niet nog een vraag doen, zeker. Hé? We gaan niet nog een vraag doen, zeker. Ik weet dus hoeveel, einde ben. Ja, maar jij mag dat computer toch half tien. Half tien is al geweest. Ik bedoel, half elf. Ja, maar ik ga zo meteen gewoon lekker naar beneden de televisie kijken. Oké. Au. Mijn duim doet zeer. Nog steeds. Maar dan spreek ik jou morgen alweer. Oh, maar we kunnen wel even kijken hoeveel kilometer nog? Nou, maar ik heb het spel al uit. Oh, ah ja, dan gaan we, spreek ik je morgen wel, Woodstra.
Ik kan weer uit de bier, dus wat heb je nou? Het is maar mee, man. Daar is die. Ich muss es sagen. Ich muss es sagen. Ich kann mir ein Ding zeigen. Eine Polizei, eine Polizei. Na, doei. Hey, hoi. One right there. Yeah. Left armrest. Yeah, easy. Left arm. That's so crazy. Bauke, hoe ver is die Anydesk eigenlijk? Zal ik eens even kijken aan, doe ik al de vier. Ik zal even kijken, voor mij is het ook klaar voor mij. Ja, alles is klaar. Oké. Okay. En dan spreek ik jou morgen weer. Ja. Doei. En dan morgen even 19 doen? Kan. Ah, we praten morgen wel even. Komt goed. Ja. Tot morgen. Slaap ze. Joe. Doei. Someone shipped it here to have it built? Yeah, it's India's only Hummer, which is in India right now. It's currently in San Diego. This is the only one? Yeah, it's the only one that's registered in India. This is crazy. So you guys put it on here and you can totally separate the frame from the vehicle. Yeah, wow, look at that. Just separated. Okay. So this one, we've got the body off. Yep. Got the engine in place. This is one of those massive builds. Yeah, this thing's pushing almost 2,000 foot-pounds of torque. Twin turbo. Turbos on this thing are massive. 2,000. Your stock turbo location's over here. Yeah. Secondary turbo's over here. And then fully built up engine. I mean, everything internally has been fully dialed in on this thing. It's just, it's a monster. It gives you a whole new appreciation for really the H1 specifically and how it is so really built off of a military design spec vehicle definitely. And how heavy duty everything is. That's super cool. It's just so cool to see like it's separated like this. You guys, look where the box comes up past my shoulder. And I'm 6 foot tall. This guy wants it to be a snow truck? Yeah, this is his mountain truck. Mountain so he truck. The truck to cruise around in the snow. And so he doesn't get stuck in the snow. Who gets stuck in the snow? I don't know. Someone needs to show me how to use a winch too. But the whole frame will actually twist as you're off-roading. So how many mounting points, Dave? I counted six. Six mounting points. That's correct. So the rubber in them, that's where it flexes. So one there, one so there. So two, four, and then six one, up front. One up the front. And that's it. That's everything that's attached to this. Yep. This is fabrication. Fabrication. Holy. Where all the magic happens for all the accessories. Really? Yes. So everything again is made here. Yeah, so virtually anything and everything you can imagine, we can do in-house right here. So all of this stuff. Uh-huh. So I wouldn't know the first thing about any of this, but a pipe bender. Looks like a mind bender to me. It's like, what does this computer control? This thing back there? So yeah, this controls. Looks like CNC, a lathe. It's a CNC notcher, but also a marker engraver. So it tells us exactly where to do the bends. It also notches the tube. So everything that we manufacture here, it goes through this process. If it's a round tube, square tube,
some type of tube steel. It's processed here, and then it gets bent on our CNC bender. That's it. So that that machine over there spits that out. And then you have like a, do you call it a jig? Yep, and then it goes into this jig. Yeah. And gets fitted right there. And then they do all the welds like this. Yep. Make everything look Gucci. Freaking laser beams. There's freaking laser beams over here. We're going to the backyard. Hold on. I gotta look cool when I go into the backyard. Okay, good. Go, go. It's still not helping. Try to do something else. You guys have a lot of pipe just being laid around here. We'll have a look firsthand at what a Humvee looks like. This is it. Those definitely don't look like the fancy rims and tires. Yeah, that's pretty basic. Oh, I can only imagine the sound that makes driving down the road. Look at the, hold on, look at the mirror. That's not even the same mirror. Oh, you know what's awesome too? Oh my God, the steer, look at the steering wheel. This is where your padlock goes. Get out of here. It goes around here and you put your padlock right there. For real, so no one can steal your stuff? Yeah. Here we go. Here we go. Oh, there we go. Okay. Now we're talking. Yeah. This is a built-up Humvee. It says AM General on the back instead of Hummer. Oh yeah. A lot of work went into this truck. It looks like it because this looks nothing like that. So you've got custom interior, you got seats. Wow, this is nice. Oh, wow. Even after all this, it's still not an H1. It's still not the same. This thing doesn't have AC. Yeah. It doesn't have the same creature comforts. No, those look like different It's awesome though. It is, for what it is, it's amazing. It's phenomenal. There's so much fun off-road, but throwing your wife in there, I don't know if she's gonna be happy with you. Nah, the wife ain't going in this thing. This looks familiar. We've got one of these on the black truck. Yeah. The brush guard. And you guys made this. Yep. Yep. Let's forward. And then we have some stops built in here. Yep, there's stoppers there. Oh, yeah. So then, able to lift up. Oh, that's so cool. Oh, look at this thing. And those here charge is pipes. Our Duramax conversion with our dual stack coolant, our heavy duty dual stack coolant. A lot of work goes into this stuff. Amazing builds. That's amazing. Would you say this one's pushing, Ryan, our typical 500 to 1,000? Yeah, this one's pushing like 500 horsepower, 1,000 foot-pounds of torque. This is the air inflation system. Yeah, yes, so they call that CTIS. So CTIS. Central Tire Inflation System. And what it is you have an onboard air compressor. It comes through the center of the hub through here and inflates and deflates the tires, which is really important for a legitimate off-road vehicle. If you deflate the tires, you broaden that footprint of the tire, so the tire flattens out, you get more traction. Almost like, think of it as like tank tracks. What's up? What are the paddle shifters? So, paddle shifters are pretty cool. You can actually shift through your gears. What? You can also use it, yeah. So you can also do tow haul, tap shift. Really, we're just tying into the tap shift function, so you are paddling through the gears, which is kind of cool. And you got red buttons on there too. Yeah, you got like a Go Baby Go or what? We got nitrous? Yeah, no, it drops out a smoke screen. The one on the right. Get out of here. Got him. Got him.
one is the Gucci Gucci? This is the one. This is the one. It's the Predator Predator. This is the Predator Predator? Predator Predator. Okay. This is the Predator Predator. I've been corrected. Just put some lights on this. Right? Yeah, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Just like if you split it down the center. Eight. So there's like 16 or 20 some odd lights on this. I really like the color. What was that, Viper Blue? Yeah, it's Viper Blue. That's a really cool color. Yeah, it's that GTS Blue. GTS Blue. It's just so crazy the amount of time and energy that goes into this. I mean, from what we saw from inside the shop, from the frame up, I mean, every nut, bolt, and whatever else goes into mechanical stuff, it's all there. Like, look how nice this thing is. Ah, you guys got all the toys. Okay, let's go talk. Let's go talk. Let's talk about what we can do. That sounds like a great deal. 50% of the company. That's amazing. So we'll get the white one down here. Yep. And guys, stay tuned for that video. It's going to be amazing. I'm really looking forward to the road we're about to go down. Awesome. Or off-road. You guys, smash that subscribe button. You guys want some DD merch, go to shopdd.com. I will see you guys in the next video. What an amazing day. I hope you guys like the bronze wheels on the Huracan. I will see you guys in the next video. Dave. Peace.
Oh.